Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ik ben vandaag niet in Nederland. Ik ben op het buitenlandse tripje. En waar ben ik? Met op achtergrond de kerk. Ik ben in Doel. Ik ben in België, in Doel. Een verlaten dorpje wat weg moet vanwege de uitbreiding van de Antwerpse haven. Antwerpse haven wordt uitgebreid en dit dorpje moest daarvoor wijken, helaas. Ze hebben al een paar huizen hebben ze al afgebroken. Er wonen hier nog mensen, zijn er niet veel meer, maar er wonen nog mensen. Maar het meeste is allemaal verlaten. Het zijn echt allemaal verlaten huizen, allemaal. En wij gaan op onderzoek uit. We gaan kijken, jongens. We gaan niet de huizen in. Want dan kan je een boete oplopen krijgen van 200 euro. Dus we gaan niet de huizen in. Maar we gaan wel de lugubere omgeving hier laten zien van het plaatsje Doel. Kijk, er staat hier ook een bord. Samenscholingsverbod. En overlast en vandalen kunnen dus een bekeuring krijgen, worden dus gepakt. Dus je moet je eigen wel je gedragen. Hier staat het artikel 294 en 95 van het gemeentelijk rechtelijk strafwetboek. Nou, dit zijn alvast al wat lege huizen. Ik ben inmiddels, ik ben niet alleen hier. Ik ben hier samen met... Loop maar gewoon weg. Ik ben samen met Kevin. En met Monsieur Ramon. Met Ramonski. En ik ben met Joost. Van gewoon Joost. En we gaan denk ik een uurtje zo ongeveer filmen, denk ik, jongens. We gaan even een uurtje kijken. Even kijken wat, is. Het is echt een spookstadje. Dat was dus de Belgische trip waar ik het over had. Of de buitenlandse trip. Ik had gezegd dat ik een buitenlandse trip nog zou maken. En dit is hem, jongens. Het plaatsje Doel. Ik heb het tot het einde geheim gehouden. Alleen mensen van de BV die wisten het. Dat we naar Doel gingen. En wij zijn dus in België. En we gaan dus kijken hier de omgeving. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar hier, hoor. Je ziet hier echt allemaal... Het is hier echt allemaal verpauperd, dichtgetimmerd. Daar staat nog een raam, een of ander luik staat er nog open. En het is allemaal... Het ziet er allemaal echt luguber en heel erg onwerkelijk ziet het er allemaal uit. Kijk, hier nog een tekening van een of andere baby hebben ze op het huis gestekend. En het is echt bizar, jongens. Het is echt bizar, te bizar voor woorden. Dus je ziet hoe zo'n dorpje kan verwijderen. Ze hebben gewoon ze vinden gewoon de uitbreiding van de havens vinden ze gewoon belangrijker dan vinden ze belangrijker dan dorpen waar mensen moeten wonen. En dat is eigenlijk hetgene waarom eigenlijk alles dus dicht is. Kijk, alles dichtgetimmerd, raam ook. En wij blijven gewoon lekker buiten. Wij blijven gaan alleen filmen op straten, op bebouwde weg wil ik eigenlijk gaan filmen. En ik wil niet, ik ga niet in huizen filmen, want het is allemaal de huizen die onbewoond zijn, die film ik, de andere film ik niet. Nou, dit is het eerste huis. Dit is een soort schuurtje. En dakpannen zijn er al een klein beetje af. Het is allemaal echt heel erg luguber. Het ziet er allemaal heel erg luguber uit. En dit moet dan de achtertuin zijn geweest. Je hebt een deurtje waar je doorheen kan lopen en dan kan je achter het huis omlopen, maar dat doen wij niet. Maar dit is echt surrealistisch. Is dit echt heel surrealistisch.
Het is echt bizar dat zo'n dorp helemaal wegkrijnt onder de plannen van havens. En ja, het is gewoon heel bizar allemaal. Het is echt luguber. Dit is denk ik de voordeur geweest, daar zo. Daar is de voordeur geweest. En ja, het is echt heel luguber is het. Het is echt heel raar als je ziet, terwijl daar zelfs nog politie rijdt. Ik weet niet of jullie dat net konden zien. Maar ik zag ook dat er toch wel controle is. En daarom, als er geen controle had geweest, had ik het ook niet gedaan. Maar vandaar blijven wij netjes op de paden. Dit is dan ook nog een huis. Het is echt een, het is een huis met een of andere zijschuur eraan. Nou, en alles is gewoon dichtgetimmerd. En ik snap ook niet dat jongeren het leuk vinden om in zulke huizen te gaan, om dat te slopen en af te breken. Dat is gewoon niet de bedoeling. Je moet gewoon, je moet gewoon afblijven. Het is wel extra pijnlijk natuurlijk als je ziet dat, zeker voor de bewoners hier ook, is het geen pretje om, het ruikt ook heel erg muf. Net of dat huizen zeg maar, vroeger woonde ik in Rotterdam, dan gingen ze huizen op een gegeven moment gingen ze slopen en dat stond dan de hele tijd leeg. En dat was dan helemaal, ja, dat rook je gewoon. Je rook gewoon de lucht van de huizen, rook je gewoon. Dat muffe, de hele muffe, mufachtige lucht is het. En het is echt heel luguber. Wat ik ook wel heel erg bizar vind, is dat er sommige dingen zijn echt hartstikke lelijk, zoals dit. Maar er zijn ook hele mooie tekeningen bij. Kijk, dit is een of andere vogel, hebben ze getekend. Het is echt gewoon kunstart een beetje geworden hier in Doel. Echt een beetje kunstart, een beetje, hoe moet je het zeggen? Een beetje, kunst. Kunst aan de muur. Dat toch nog een beetje op te vrolijken, maar de graffiti graffiti is echt, dit is de kerk trouwens, de kerk van Doel. Het is nog, worden nog missen ingegeven, er stond zelfs nog van deze maand, stonden er nog een paar kerstmissen en hij is ook nog steeds, stond een blaadje op en stond ook op dat je, dat je hem nog kan huren. Voor trouwerijen en zo. En bij begrafenissen kan je ook nog steeds hier terecht. Ik zie dat mijn lens een beetje vies is. Ik zal mijn lens een beetje schoonmaken. En dit is echt, het is allemaal huizen met allemaal, het is allemaal onbewoond. Hier is dan een huis ernaast, dat zal ik niet filmen. Ik film geen bewoonde huizen uit respect voor de bewoners. Maar als je ziet hoe luguber dit alles is. Het is echt heel erg. Hier hebben ze denk ik alweer een huis gesloopt hiernaast. Want hier is dan weer ineens een heel stuk. Is helemaal braakliggend. Nou, en dan, kijk, hier zit zelf nog een soort overblijfsel van een kachel in. Van een houtkachel of een... Het is echt heel luguber. En het brokkelt een beetje af, hè. Het is een beetje aan het afbrokkelen natuurlijk. Dus, het is, ik zal hem even uitzoomen, zo. Het is echt heel luguber is het. Het ziet er echt heel luguber. Je ziet het eruit. Het is een luguber stadje. Echt een spookstadje. Met huizen waar vroeger mensen in gewoond hebben, geleefd hebben.
Vroeger was het echt een stad, een dorpje waar de mensen samen woonden. Een leverend stadje misschien wel geweest. En nu is gewoon alles helemaal dood. Het is gewoon helemaal dood. Hier staat dan nog een achterkant van een tuin, daar kan je dus open. Maar dat, zoals ik al zei, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Dit is ook wel weer heel erg... Dat vind ik altijd wel heel erg bizar, hè. Of, daar heb ik... Of, nou ja, ik ben hier nog nooit geweest, maar daar heb ik foto's van gezien. Sommige tekeningen zijn echt heel apart hier, oh. Het is echt hele aparte tekeningen. Je hebt ook heel veel lelijke graffiti. Maar je hebt ook echt dingen erbij dat je... Ja, dat ze iets van een hele mooie tekening ervan gemaakt hebben. Dat is echt heel bizar. Polska Penny. Zipi Antue. Ja, dat heb je... Als je in een verlaten dorp bent, dan krijg je op een gegeven moment krijg je een beetje, ja... Mensen die gaan, jongeren gaan erheen om de boel te vernielen. En dat is ook hier heel duidelijk gebeurd. Want je ziet heel duidelijk dat, dan de mensen hier bewust naartoe zijn gekomen om de boel te verzieken, te slopen. En we hebben hier ook nog een klein straatje met allemaal huisjes. Het is echt, En hierachter zijn dan allemaal havens. Allemaal. En hier heb je dan ook nog een soort, ik weet niet wat dat is, maar dan kan je omhoog. En dit is dan, het is echt bizar. Bizar voor woorden dit. Het is echt een dorpje wat echt helemaal totaal verlaten is. Er zijn mensen die komen kijken hier ook. Ik sprak net een vrouw, die staat daar in dat groepje verderop. Die heb ik net gesproken. En die vrouw die is hier geboren. Heb hier gewoond, is hier geboren in plaatsje Doel. Hierachter, de eerste stuk waar wij er net waren. En een paar maanden geleden of een paar jaar geleden, ik weet niet meer precies, toen is zij gaan kijken naar de plaats waar zij gewoond heeft, waar ze geboren is, haar geboortehuis. En toen is ze weggejaagd hier door een vrouw die hier woonde, die dus niet in de gaten had dat zij hier geboren is. Ja, er komt hier natuurlijk een hoop tuig komt hier langs. En dat tuig dat fysiek de boel en sloopt de boel. Dus op een gegeven moment, als je dan iemand ziet die komt kijken, die nieuwsgierig is, die nieuwsgieriger wordt, wel angstvallig hier weggehouden of weggejaagd. Uit doel om verdere plunderingen, sloperijen en dat soort dingen allemaal om dat allemaal tegen te gaan. Nou, hier heb je ook weer zo'n huis. Kevin maakt ook foto's ervan. Ja, dat ga ik misschien dadelijk ook nog wel even doen. Dat is wel ontzettend mooi. Ja, een beetje een mooie fotoslide maken. Ik ga eerst even filmen. En dan ga ik daarna nog wel eventjes een keertje nog een rondje lopen voor de foto's. Maar het is echt bizar. Het is echt surrealistisch om hier te lopen. Ik heb er heel veel over gezien, heel veel over gelezen. En ik vond het heel erg, ik vond het wel een keer leuk om een keer in het echt gezien te hebben. Dit maak je in Nederland niet zo gauw mee. Ik kan nou niet echt gelijk 1, 2, 3 een plaats opnoemen waar in Nederland dit soort iets is. Dus het is echt heel bizar. Echt heel bizar is dit, jongens. Dus. Vandaar. Nou, ik ga even verder met filmen. En ik hou heel even mijn mond dicht. Jullie weten het. Dat is heel erg moeilijk voor mij. Om mijn mond te houden. Want ik praat graag in de camera. Maar ik ga hem even neerleggen.
En dan ga ik even een stuk filmen zonder praten. Dus ik zou zeggen, geniet van de beelden. Hallo. Nog een kroegje wat bestaat. Dit kroegje bestaat nog wel. Allemaal van die oude gordijnen allemaal voor de ramen.
Café Taverne Doel 5. En ja, daar verderop, dit huis is ook wel bewoond. En daar stond de parochiekring of zo stond er op dit huis. Deze, dat hebben jullie net ook gezien, hier een parochiekring. Dus het is echt, echt bizar. Bizar dit. Echt bizar. Echt. Voel me nou echt zo'n zo urban explorer voel ik me nou. Weet je. Dus geldt een samenzoningsverbod vanaf 28 april 2017. En ja, ook hier ook allemaal lege huizen. Allemaal huizen wat allemaal heel erg helemaal gewoon dichtgetimmerd is en gewoon helemaal doelloos. Ja, een beetje een rare woordkeuze, doelloos. Een beetje, ja, staat hier ook. De oude elektriciteit. Draad steekt eruit. En ja. Het is echt bizar. Het is echt bizar dit. Later, als de vele mooie herinneringen de plaats maken van verdriet. Oh, wacht even. Ik zal hem even. Later, als de vele mooie herinneringen de plaats van mijn verdriet hebben ingenomen, zal ik misschien kunnen verwoorden wat ik nu enkel met tranen kan vertellen. En er staat hier nog. Er is een kaf, er is een koren. De Heer draagt er zorg voor. Allebei gaan we ze verloren. Op van wanneer of waarom geen spoor. Was getekend. Hier aan de overkant heb u als goed is de industrie. Ik zal dadelijk even de trap omhoog lopen. Kan ik misschien hier wel even doen dadelijk. Loop ik even de trap omhoog en dan. Als tijd het zwaarder weegt. Thank you.
Ja, hè. Hier nog een mooi zicht. Kinderspeelplaats hier ook. En heb je hier nog mooi zicht. Vanaf bovenaf. Zie je nog een heleboel. Dat is ook wel mooi. Zo beneden Kevin en... Beneden lopen Kevin en Ramon. Ik weet niet waar Joost is. Oh, Joost staat daar zo. Bij de bushalte. Ja, het is wel helemaal weg. Oh, nou kan je ook goed een beetje naar binnen kijken. Het is echt gewoon helemaal verbrand helemaal. Ik ga even inzoomen. Het is echt bizar. Dan gaan we eens even boven. Oh, nee. We willen toch daarheen. Ja, dan moet je nog een stuk naar boven. Ik heb er geen zin in. We gaan maar eventjes weer terug naar beneden. Gaan we even kijken. Hier een hele lange straat. Dan heb je hier ook. Hier zie je het bord, verkeersbord Kieldrecht, Kallo en er staat nog Fort Liefkenshoek op ofzo. Dus, ik zal eens even kijken. Dan gaan we deze straat in. Het is allemaal echt luguber. Hier nog een bushalte van de lijn. Scheldemolenstraat, Kielstra, Kieldrecht, Sint-Nicolaas. Hier heb ik ook weer iets gestaan. Want je ziet daar nog een klein stukje van de muur. Maar dat is ook al afgebroken. Dan zie je echt, ja jongens, het is echt een troosteloze situatie. Hier ook, zie je ook allemaal. Hier wel nog iemand. Of niet, ik weet het ook niet. Dit is ook helemaal dak bijna ingestort. Hier nog een invalide parkeerplaats. Waar ook afgezet is omdat anders de boel in elkaar stort. Het is echt een heel luguber, een van een rood huis. Het huis aan de overkant is bewoond. Hier hebben we nog een rood huis. Helemaal rood geverfd. En dit is ook nog bewoond, wat hiernaast zit. Het is echt... ja. Vissenstraat. Een vissenstraat. Het is echt helemaal... Thank you.
dan een aparte tekst. Kan kunst komkommeren? Alle huizen die erin staan, die liggen helemaal onder de graffiti. Prachtig uit. Er zijn ook hele lelijke dingen bij, maar dit is toch wel een klein beetje kunst, jongens. Verderop maak ik het ook een beetje eng. Het ziet er een beetje eng uit. Dit is ook kunst. Ik weet niet wat het moet voorstellen, maar er is gewoon een slang erin, zie ik. Top lijkt het wel. Ja, het is goed. Zo'n gevouwen papieren hoedje. Bizar. Echt bizar. Ja, hier is dan ook alles leeg nog. Er staan ook allemaal 3, 4, 5, 6 huizen helemaal onbewoond. Het is echt bizar. Dat zou ik jullie nog wel even laten zien. Echt heel bizar is die vogel. Dat ziet er wel fijn uit. Een musje of zo is het. Ja, zoiets. Het is wel ontzettend mooi. Ja, sommige, ik zeg het, sommige dingen zijn echt heel mooi getekend. En ja, dat maakt het aan de ene kant wel mooi. En aan de andere kant is het wel heel erg luguber. Dus ja, het is echt bizar. Free energy, HHO. Is Ruben Hood dead? Sommige teksten snap ik ook helemaal niks van. Sommige dingen zijn ook echt. Ik ben ook weer een of andere vogel of zo. SRC. Wat het betekent? Laat het achter in de comments. Ik zou het echt niet weten wat het betekent allemaal. Maar het is echt. Toch als je die gevels ziet, hier ook. Zijn het nog best wel mooie gevels. Moet kijken. Ziet er best nog wel mooi uit. Mooi steen. Maar het is gewoon helemaal verpauperd. Helemaal, jongens. Er is niet veel meer van over, alles. Alles is gewoon helemaal weg. Het is echt bizar. Nog een boze pinguïn. Ik ga nog eens kijken of ik nog stukken terug kan vinden van hoe het er eerst uitzag. Daar ben ik altijd wel heel erg benieuwd naar. Ik heb ook nog huizen op Google Maps gezien die er toen nog stonden. En als je dan met Google Maps kan je ook het jaartal kan je veranderen. En dan zag je ineens dat het huis weg was, gesloopt was. Nou, hier ook de achterkant van het huis.
En het is weer een of andere garagebox of zoiets. Nou ja, als je hier kijkt ook. Alles is helemaal leeggesloopt, in elkaar getrapt. Alles is gewoon helemaal weg. Het is echt heel luguber. Die raampjes ook. Het zijn allemaal slaapkamers geweest van kinderen, mensen, volwassenen. Die hun leven doorbrachten en nou is alles gewoon heel luguber. Je ziet alles eruit. Het is echt bizar. Alles is dichtgetimmerd. Jullie zien het, ik ga niet verder. Ja, het is echt luguber. Echt luguber. Ziet er echt heel luguber uit. Ik kan daar een klein stukje lopen, daar zo. Het is echt heel bizar dit. Ja jongens, het ziet er echt allemaal heel erg surrealistisch uit. Ik heb nog een of andere elektriciteitswinkel gezeten. Elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, Willy de Nijs. Het stikt hier ook van de invalide parkeerplaatsen. Ik ken nog niet zoveel invalide parkeerplaatsen gezien in straten. Hier staat ook weer zo'n invalide parkeerplaats. Het is echt allemaal, ja. Hier en daar wat mensen. Maar voor de rest is het echt hier helemaal vergeven, uitgestorven. Het is ook vrij rustig. Er wordt echt niet veel ding. Hoor je? Het is echt bizar om in zo'n stad te lopen of zo'n dorpje te lopen. Weer zo'n invalide parkeerplaats. Sterft het hiervan? Sterft hij van de invalide parkeerplaatsen? Plaatsen. Kijk, dit is gewoon helemaal dichtgetimmerd. Het is echt. Wat hoor ik nou voor een luguber geluid? Maar dat is dat geluid van het druppen op de plaat. Het heeft geregend. En die dakgoten zijn natuurlijk allemaal zo verrot als het maar zijn kan. Kijk, en het drupt hierop. Of hierop.
denk ik dus. Ik hoor de hele tijd getik, hoor ik. Ik denk, wat zou dat nou kunnen zijn, dat tikken? Dat is regenwater op die dinges. Nou, hier hebben ze tussen ook een huis gesloopt. En hetgene wat een gat opgeleverd heb, dat ze dat huis hebben afgebroken, hebben ze dus ijzer, een soort ijzeren plaat met allemaal van die van dat dingen er hebben ze erop gedaan. Hoe heet het ook alweer? Kan er niet op komen op de naam. Hey, al die ronde dingen. Hoe heet het ook alweer, joh? Ja, een soort prikkeldraad, juist. Bedankt, Ramon. Ik kon even niet meer op de naam komen. Ze hebben ze allemaal een soort prikkeldraad overheen gedaan. Zodat mensen niet hier achter gaan en dan proberen om in die huizen te komen. Het is echt bizar. Het ziet er echt bizar uit. Nou, ik ga hem weer even neerleggen en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Ja, Quincy, en ik heb ook nog wel wat voor jou. Ga jij mij dit maar eens even uitleggen. Ja, dat was. Hij is niet thuis. Hij is niet thuis. Zo, kom even met de deur in huis vallen. Zo slecht dit, zo slecht. Zo slecht. En ja, jullie weten het, woon ik in Spijkenisse. En dan kom ik ineens dit bord tegen. Portugal, nog 13 kilometer. Nou, dat is even een voordeel. Dan hoeven we niet verder terug te rijden. Dan hoeven we in ieder geval niet verder terug te rijden. Goh. Ja. Dat is echt bizar. Gesticht, Sint Cornelis gesticht. Gaat er nog een benzinepomp, een verlaten benzinepomp. Oh, heel erg bizar. Echt bizar, jongens.
kaartje, dus ik kan niet. Voor 2,5 uur filmen, maar ja. Het is echt. Hier ook. Aan de huizen. Dit is ook zo lichtig. Avia. Hier zijn wij nog niet geweest. Ik zie wel een komen en gaan van auto's. Dat wel. Het ene plaatje is een guber en dan de andere. Deze zit ook wel heel erg een guber. Het is ook wel heel erg een guber, niet hoor. Een van de Avia top. Avia. En hier nog nou te verlaten. Expo Doeland Expo Visies en Architectenprojecten voor Doel en Polders. Een toekomst voor dorpen, havens en natuur. We hebben hier een of andere expo te dolen. Opgezet hebben, daarom klopt de tekening niet meer. Heel bizar. Heel bizar plaatje. Dit. Erg bizar. Hier hebben wij er net gelopen al. Toen zijn wij de Vissersstraat ingegaan. Toen zijn wij deze straat ingelopen. Hier zijn we al geweest. Hier hebben we die parkeerplaats weer. Dat was afgezet vanwege instortingsgevaar, denk ik. Dus, ja. Is dat een bushokkie? Buspaal leg je nog. Buspaal.
Hier doen we een andere kooi van iets of zo. Bizar is het, hè? Een hek op de achterkant van het huis. Dit is allemaal dicht timmerdoor. Allemaal dicht timmerdoor. Allemaal onbewoond. Hier ook aan de overkant ook. Is ook alles onbewoond. Alles is gewoon dicht timmerd. Niemand meer te vinden. En ja, dat is het geweest. Over van. Dit is denk ik een benzinestation geweest vroeger. Het benzinestation dat Make Do Great Again ziet daar staan. En ja, het is allemaal dicht. Hek eromheen. Zelfs geen dak meer op. Als je het goed ziet, zie je de lichten door het huis heen. Of door de dingen heen. Het dak is zelf van dit huis af. Dat is allemaal, ja. Is helemaal kapot en allemaal rotzooi. Ja, het is hier echt blubberig, dus ik ga niet te ver. Maar dit is dus de achterkant van het huis. En ik denk dat dit een. Ik denk dat dit een benzine. Station geweest is. Ik denk dat dat een benzinestation geweest is. Het is in ieder geval wat harder gaan regenen, dus ja, het is eventjes even schuilen onder het professionele dak, want er zit daar ook wel een heel gat in. Dus als je daar staat, dan word je alsnog nat. Maar ja, het is echt heel luguber om hier te lopen, om alles te zien. Het is echt, ja. Echt bizar. Hier naast staat ook nog een huis. Hier staat nog een. Vierdrinkhanst. Schilderweiding.
van het plaatsje Doel. Dan heb je hier ook nog een huis. Deze is ook wel ontzettend bizar, deze hoor. Doel. Helemaal met klim op. Die huizen. Deze. Ook helemaal onder de klim op. Die is nog erger zelfs. Die is zelfs helemaal aan het wegverteren door de klim op. En ja. Het is gewoon echt zo luguber als je hier loopt. Een heleboel takken naar beneden gekomen is. En, ja, het is echt heel bizar om dit allemaal te zien. En te beleven. De container staat hier ook. Het stinkt ook als de neet in dit huis. Deze huizen. Verschrikkelijk. Ik heb wel een lucht zeg. Echt een butlucht. Maar goed dat jullie geen geurtelevisie hebben. Want, of geur YouTube. Want het stinkt echt aan alle kanten hier ook. Het is natuurlijk allemaal al helemaal leeg en tijd leeg en helemaal muf helemaal. Dus ja. Er hangt een beetje een stinkie lucht. Ja, moet je ruiken. Ik ruik gewoon de muf lucht, weet je wel. Want dat is natuurlijk altijd met die huizen als ze een tijd leeg staan. Het is allemaal zo muf als de pest. Dus nou, dit is denk ik het laatste, jongens. Dan heb je dit nog. En dit. Oh, je hebt er nog een paar. Je hebt er nog een paar. Het loopt nog een klein stukje door. En dan hebben we heel Doel bekeken. Het is echt. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar om dit te zien allemaal. En. Als je een kijkje wil nemen, respecteer. Ga niet dingen slopen. Als je wil kijken, is het zeker de moeite waard om dit eens een keer te zien. Dit is echt, ja, dit is echt bizar dit. Ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gezien. Zo'n dorp. En je voelt ook een beetje het verdriet. En ja. Ja, een beetje de verdriet voel je wel een klein beetje eigenlijk hier ook, als je hier loopt. Dus alle verlaten huizen. Het verdriet van Doel. Er is volgens mij wel eens een keer een documentaire over geweest, dat heette voor mij ook het verdriet van Doel. En als ze er nog nooit een reportage voor kunnen maken, nou dat kunnen ze zeker van dit maken. Want dit is echt, helemaal luguber. Kijk, hier ga je op een gegeven moment de stad uit. En hierbij houdt ook dadelijk de vlog op. Zon 30. Sorry voor de wat slechte beeldkwaliteit, maar het regent echt inmiddels kei en keihard. Nou, dit was het zo'n beetje, jongens. Dit was Doel. Nog een leegstaand huisje, daar nog een leegstaand huisje. Hebben we het gehad?
dit was doel, jongens. Dat was het. Dat was doel. Ik ga nog even wat foto's maken en dan spreek ik jullie dadelijk allemaal bij de afsluiten van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben in ieder geval. En ik spreek jullie dadelijk bij de afsluiter. Zo jongens, en we zijn weer bij de auto. Dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie... Indrukwekkend. Het was heel indrukwekkend om te zien. Ik hoop dat jullie het ook heel erg indrukwekkend en leuk vonden om deze vlog te bekijken. Dat sowieso, ja. Ik heb in ieder geval er alles aan gedaan om er weer een leuke vlog van te maken. Ik zou zeggen, jongens, doe allemaal even dat duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Kom even allemaal bij me staan. Want ik heb maar de helft in beeld. Kevinski, Ramonski, Joost. Dat, kijk, die laat weer een half uur op zich wachten, Joost. Duurt te lang, Joost. Schiet nou op. Ik heb nog maar een paar minuten. Schiet nou op. Schiet nou gewoon op. Ga gewoon weg. Oké, nou, dan hebben we één plek minder in de auto. Nou. In ieder geval vonden we, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik zou zeggen, doe dat zwart duimpje omhoog. Dat zwarte, grijze, blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En kom ook eens een keer kijken. Kom ook een keer kijken. Ja. Respecteer wel de regels die ze hier hebben. En dit was mijn eerste buitenlandse trip van It's Ultrax. Ik ben nog nooit ik had nog nooit een buitenlandse vlog opgenomen. Dus ik hoop dat jullie de eerste buitenlandse vlogs buiten de Nederlandse grenzen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Nou, in ieder geval, doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, hier vanuit België. Doedels, vreselijk. Je doet het je eerste vijand, Jan. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.